Ik heb hier ook nog de kapitein van Bunningen bij mij, of de nieuwe kapitein, Davy Laarmans. Wie is Davy Laarmans? Davy Laarmans, ik ben al jarenlang speler. Hier al 5, 6 jaar denk ik ondertussen. Daarvoor heb ik bij verschillende andere ploegen gezeten. In Vissenhaken, Heidelinter, Hakendover, Sport de Hoeleide ben ik begonnen uit, wat nu VS Kortenaken is. En ja, ik ben al geleden ben ik hier terechtgekomen door een trainer ook, die toen T2 was op dat moment. Een man met veel ervaring dus? Dat zeggen ze. Ik hoop dat over te brengen op de groep. Wat is uw positie op het veld? Op het moment sta ik laatste man. Over 2 jaar een achtergeschoven door het uitvallen door een ervaren pion ook. Hebben ze mij gevraagd voor daar gaan te deponeren en daar ben ik blijven staan. En komend seizoen is een hele eer voor u weggelegd, kapitein. Ja, de vorige is gestopt. Die is ook al heel lang hier. En normale wijze vragen ze dan de ouderen zeker. En ik wil nog wel een jaartje doen. Wat verwacht jij als kapitein van het komende seizoen van Bunningen? Dus vorig jaar en het jaar ervoor ook een beetje. Toen stak er wel 2 ploegen bovenuit, maar toch zeker meedoen voor de titel. Ik zeg niet dat wij de ploeg zijn, maar er zijn verschillende goede ploegen in de reeks volgens mij. Bijvoorbeeld Atte Slinter en zo heeft Bouders en B heeft redelijk goed bijgekocht. Dus het zal zoals vorig jaar terug zijn, hoop ik, dat er 4, 5 ploegen echt van boven meedraaien. Dat het ook spannend maakt. Ja, jullie hebben zelf de ploeg ook versterkt hè, ten opzichte van verleden jaar. Er komen een aantal jongens van Drieslinter, hebben we net vernomen. Wat verwacht je daar als kapitein van? Er zijn al 3 jongens die al lang in derde meedraaien altijd en die toch de betere van de ploeg zijn wat ik hoor. Dus ze zullen wel, hoop ik, mee de ploeg kunnen dragen tot goede resultaten en hopelijk het hoogst haalbare dit jaar. Dus het seizoen is voor u geslaagd, als ik dat goed begrijp, als Bunningen, net als voor u een trainer, meedoet voor de prijzen? Meedoen voor de prijzen, dan zien we eruit komen. Je moet op de laatste ook een beetje het geluk aan uw zijde hebben. En het hoogste zouden we dit jaar geslaagd zijn. Dan willen wij u veel succes wensen, samen met de rest van uw teammaats, komend seizoen. Oké, dank u wel.